Welkom terug bij Levensfundamenten. We zijn hier weer met de parels van wijsheid uit de Pirke Avot. Dit keer weer, we hebben het in het verleden al een paar keer over gehad, Hillel. Weet je het nog? Hillel de Wijze, een paar duizend jaar geleden. Inderdaad, Hillel had een aantal wijze spreuken. Waarvan onder andere de volgende. Zonder je niet af van de gemeenschap. Geloof niet in jezelf tot aan de dag van je dood. En tot slot, beoordeel een ander niet totdat je in zijn schoenen staat. Zonder je niet af van de gemeente. Dat gaat om gemeenschapszin. We maken onderdeel uit van de gemeenschap. Dat betekent ook dat als er problemen zijn, dat je daar mensen gaat helpen, dat je onderdeel bent van de oplossing. Dat je zegt, ook wordt een beetje moeilijk, toedeledokie. Nee, je moet verantwoordelijk zijn voor elkaar, van de gemeenschap. We zien dat ook bijvoorbeeld in het boek Esther, waarin op een gegeven moment Mordechai Esther waarschuwt. Koningin Esther, denk niet dat je veilig bent daar in het paleis. Het lot wat nu de Joden overkomt, zal jou ook overkomen. Dus met andere woorden, neem verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. Aan de andere kant, je mag best wel een keertje mediteren en jezelf afzonderen. Dat is prima. Misschien niet zoals boeddhisten dat doen, helemaal afzonderen. Want nogmaals, het jodendom heeft heel veel belang en hecht er veel belang aan dat je een gezin vormt. Samen een gemeenschap opbouwt. Heel belangrijk dat je die interactie hebt. Je bent niet alleen op de wereld gezet. Maar ja, soms is het wel fijn om bijvoorbeeld te mediteren als je dat zou willen. Maar het is ook niet fijn om als een kluizenaar te leven. Dat je denkt van die gemeenschap, I don't care. Ze zijn niet aardig, et cetera, et cetera, et cetera. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet vrij bent de gemeenschap te kiezen waar je toe wil behoren. Het betekent alleen dat het jodendom zegt, pak je verantwoordelijkheid. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Wees sociaal. Je bent part of the community. Je bent een gedeelte van de gemeenschap. En Hillel zegt ons eigenlijk dat wij tot taak hebben voor onszelf te zorgen, maar ook onderdeel zijn van de maatschappij. Ook al is dat soms een beetje een uitdaging. De tweede uitspraak was, geloof niet in jezelf tot aan de dag van je dood. Daarmee wil natuurlijk niet Hillel zeggen dat je niet gewoon normaal zelfbewust kunt zijn en trots op jezelf kunt zijn. Zeker, tuurlijk. Je kunt in jezelf geloven en dat is goed. Wat Hillel eigenlijk wilde zeggen is dat je niet moet denken dat je er al bent. Dat je al de top hebt bereikt. We kunnen tot onze dood blijven leren, blijven vernieuwen, blijven bezig zijn. En dat is natuurlijk ook wat Hillel zegt. Van als we hoogmoedig worden, kunnen we hard vallen. En daarom denk niet dat je er bent. Streef altijd om beter te worden. Heb zelf kritiek. Maar je mag natuurlijk ook, zeker als je mooie prestaties neer hebt gezet, trots op jezelf zijn. Het gaat om het extreme geval dat je denkt van, I've done it, I've been there. Niemand kan mij nog meer wat leren in deze wereld. En dan zegt Hillel, no way. Er is altijd zoveel bij te leren. We zijn nooit klaar met leren. En tot slot, beoordeel een ander niet totdat je in zijn schoenen staat. Dat is natuurlijk een hele mooie parel. Want wie zondigt er daar niet aan? Misschien zelfs elke dag. Opnieuw maken we de fout dat we anderen veroordelen, beoordelen. Terwijl we niet precies de omstandigheden kennen. We zien het alleen maar van buiten. We weten niet echt wat er is gebeurd. En daarvan zegt Hillel, paf, paf, word wakker. Beoordeel niemand totdat je in diezelfde situatie bent. En trouwens, als je in diezelfde situatie bent, hoe zou jij dan handelen? Want hoe makkelijk is het om een ander te oordelen en te veroordelen, terwijl we eigenlijk niet eens weten wat we zelf zouden doen in die specifieke situatie, in die omstandigheden. Kijk eerst naar jezelf. En dat is natuurlijk iets wat we iedere dag opnieuw zouden moeten leren. Dit filmpje opnieuw iedere dag bekijken. Beoordeel een ander niet totdat jij in zijn schoenen staat. Wat een prachtige parel van wijsheid hier vanuit Jeruzalem. Tot de volgende keer.